een gescheurde Achillespees voor turnster Wayomi Marcela en een gecompliceerde polsbreuk voor schaatser en skileraar Michel Mulder. Recente blessures van bekende sporters, maar ook de hobbysporter heeft er steeds vaker mee te maken. Het Deventer Ziekenhuis kiest nu voor een gezamenlijk spreekuur met meerdere specialismen in één zogenoemde sportpolie. Het feit dat je met verschillende disciplines op één plek zit, dat vinden mensen heel erg prettig. Ze worden direct gezien door en de sportfysiotherapeut, en de sportarts, en de orthopedisch chirurg. En dat betekent dat ze eigenlijk in één consult hun hele behandelpakket klaar hebben. Niet van het kastje naar de muur of onnodig vaak terugkomen bij verschillende specialisten. Prettig voor de patiënt en kostenbesparend voor het ziekenhuis. De insteek is dat er voor de patiënten op tijd een adequate goede behandeling ingesteld wordt. Maar ik denk dat het op zich wel veel efficiënter is. Het kost gewoon minder tijd en daarmee indirect natuurlijk ook minder geld. De sportpodium in Deventer is niet de eerste in Overijssel. Toch voorziet hij door een toenemende vraag vanuit steeds mondigere patiënten wel degelijk in een behoefte. Het letsel dat mensen hebben, dat geeft beperkingen ook voor het uitoefenen van het beroep en in de vrije tijd. Dus mensen hebben behoefte aan het, als ze een letsel hebben, dat ze daar ook gewoon vrij snel en adequaat behandeling voor krijgen. De Deventer Sportpolie wordt morgen officieel geopend door Erben Wellemars. Zelf ook helaas niet onbekend met een sportblessure.